Angels are me, angels are me. Angels are me, angels are me. Angels are me. Francesco, Jacinta en Lucia. Naar Jezus door Maria. Beste vrienden, de engel verscheen aan de arme herders van Bethlehem en kondigde het goede nieuws van de geboorte van de Verlosser aan. Op dezelfde manier verscheen moeder Maria aan 3 arme herderskinderen in Fatima in Portugal. Zij deelde met hen haar boodschappen voor wereldvrede. Ze vroeg Francesco, Jacinta en Lucia dagelijks de rozenkrans te bidden. Ze wilden dat ze kleine offers zouden brengen en hun lijden zouden opdragen voor de bekering van de zondaars. Laten wij deze kleine heilige nabootsen in het liefhebben van onze lieve vrouw. Laten we elke dag de heilige rozenkrans bidden met grote devotie. Bijbelvers voor vandaag. Jezus zei tegen zijn leerling, zie daar uw moeder. Johannes hoofdstuk 19, vers 27. Gebedje van vandaag. Moeder Maria, ik ben helemaal van u. Activiteit voor vandaag. Laten we vandaag op onze knieën bij een afbeelding van de Heilige Moeder 1 weesje groetje bidden ter ere van haar. Angels are me, angels are me, angels.